En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op en het gitter aldermugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Eindelijk kan die komende zomer weer doorgaan. De Vierdaagse. Bezoekers van de markt in Elst hebben er nu al zin in. Oh, dat is zo leuk. Zelfs alle straten zijn allemaal blauwe vlaggetjes. Ja, helemaal geweldig. Ja. Gaat u Vierdaagse meelopen? Nee, ik loop wel veel, maar dat is me te ver. Nou, de vlaggen worden opgehangen, de kerk die wordt blauw gekleurd en de hele Vierdaagse komt hier doorheen. Horeca speelt er ook een beetje op in en dat is volgens mij het grootste. Nou, wil de gemeente Elst wil daar een groot festijn van maken. Ja. Wat denkt u dat ze gaan doen? Ja, ik heb geen idee. Ik wacht het af. We zullen zien. Loopt u mee met de Vierdaagse? Ja, ik loop mee met de Vierdaagse. Mag weer, hopelijk dit jaar. Ja, u hebt zich al ingeschreven. Ik heb me al ingeschreven. Ik mag ook meedoen. Dus, Ja, ik loop de Vierdaagse mee. Ja. Een aantal jaar? Voor de vijfde keer dit jaar. Ja. En u loopt dan 40, 50? 50 kilometer. Dat is een hele trip. Ja, dat is een hele trip, ja. Veel trainen. Ik loop als het goed is met plus minus 40, 45.000 andere mensen. Dus ik maak altijd contact, ik zoek altijd mensen op die mijn tempo lopen. En waar je een stukje meer samen op kunt lopen. Vroeger heb ik altijd gewerkt tijdens de Vierdaagse. In Slijkeewijk langs de route. In snackwagen, friet verkopen en zo. Jongere jaren en nu ben ik druk bij mijn opleiding, dus heb ik het een beetje laten vallen. Je leeft er echt naartoe en zo, weet je wel. Op zo'n dinsdagmorgen, dan sta je vroeg op en dan ga je eens kijken voor het raam. Oh, er lopen er al een paar.